Emma is te laat. Ja. Nu mag jij even bitchen. Emma is te laat? Ja, nee. Ik vraag me dus af of mensen nou team Emma of team Sahil zijn. Want het is vandaag Emma tegen Sahil Durval Challenge. En ik wil even zeggen, Emma is te laat en ik ben op tijd. Ik ga niet op commando leuk zijn trouwens. Ik ben nu, zo ben ik in de ochtend. Dat is prima. Dat is prima, toch? Ja. Ja. Maar wees vooral team Sahil. Ik ben er gewoon, ik ben 5:45 opgestaan en ik sta hier. Heb je er zin in? Nee. Almere jungle. Lijkt me eigenlijk Almere een jungle. Sahil, ik wil, dat is ook voor Emma straks. Wat je hier zegt is puur van... Nou, ik zie hier staan Almere Jungle. Je mag best even achterom kijken, zeg maar, Almere Jungle. Ja, ik denk iets met dieren gewoon. Kan niet anders. Nicky maakt even een foto voor Instagram. Instagram. Oké, dan gaan we nu even één... Nicky, ga eens even er mooi bij staan. Dit is een beetje boer zoekt vrouw setting dit. Ja. Maar wat gaan Sahil en Emma doen? Rot toch op, joh! Een challenge. We gaan uitdagen. Wie het meest durft, toch? Ja. Natuur. Ja, dit ziet er heel erg natuurlijk uit. Wees één met de natuur. Voel je al beter één? Nee. Eén met de natuur ben ik altijd. Maar je hebt je jungle pet al opgezet. Ik heb mijn jungle pet al opgezet. Ik dacht ik moest een beetje in het goed blijven. Wauw. Jij wil wel een wandelende tak, Emma. Ik vind het allemaal mooi hoor. Ja? Gaat het goed, Max? You know me. Wat ben je aan het doen? Ik probeer te wennen aan kriebelgevoelens. Ik ben ermee bezig. Dat zie je toch? Ja, ik zie het. Wat zijn ze aan het doen? Moet je niet helpen? Ik ben echt gewoon blok. Ik ben een ster. Van alle machten thuis. Redactie presenteren. Gewoon je set opbouwen. Sleutelen. Wat kun je nog meer? Wat kun je niet? Ik kan niet zo goed stil zijn. Presenteren. Als je even knijpt, krijg je van mij 3 muizen straks. En nou jij, hè? Het zijn wel wurgslangen. Wat? Het zijn wel wurgslangen. Oké, fijn man. Oké, Sahil en Emma zijn nu aan het draaien binnen. Ze kijken fucking grote slangen over zich heen. Het voelt echt raar als een rubberen handschoen. Ik lag daar net gewoon een mes en deodorant voor als het fout zou gaan. En er zijn heel veel video's dat het echt fout gaat, hè? Ja. Vond je dit nou een leuke video en ben je benieuwd naar het item? Klik dan hier. Of bekijk de vorige vlog.